De zorg is geen markt en de mens is geen product. Dat is het motto van de SP als het gaat om zorg. Momenteel wordt in Nederland gigantisch bezuinigd op de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Ondanks hevig verzet van de SP ging een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord met het bezuinigen van maar liefst bijna 1 miljard euro. En wie worden daardoor getroffen? Nou, dat zijn nou juist de meest kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld mensen met ouderdomsklachten, mensen met verstandelijke beperkingen of met psychiatrische problemen. En een heel speciale groep, mensen, vaak ouderen, vaak ook met dementieklachten of lichamelijke ziektes, die gebruik maken van de dagopvang. Enkele dagen of dagdelen per week worden ze opgehaald, treffen ze elkaar in een ouderencentrum en dan doen ze samen activiteiten. Ze komen in beweging, ze gebruiken een gezamenlijke maaltijd en ze spreken andere mensen. Voor sommige mensen is dat het enige uitstapje wat ze hebben. En anderen hebben thuis een partner die het nauwelijks meer kan opbrengen om hen te verzorgen. Een heel belangrijke en noodzakelijke functie in onze stad. Overal in het land verloren mensen het recht op dagopvang. In Groningen hebben we gezegd, dat vinden we asociaal. Daarom hebben wij gezorgd voor compensatie, waardoor de dagopvang kan blijven bestaan. De SP vindt het eigenlijk schandalig dat een rijk land zijn bezuinigingen afwentelt op zulke kwetsbare groepen. Als het aan ons ligt, houden we daar heel snel mee op. Tot zover voor vandaag. Tot ziens.